Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland met de dichtste wolken, dat zijn die witte vlekken boven de zuidelijke helft van het land. Daar is het vanochtend al flink regenachtig, maar in de loop van de dag gaat op steeds meer plaatsen regenen. Maar toch, in het noordoosten en oosten -oost is het vanochtend nog enige tijd droog, temperaturen rond 15 à 16 graden. Vanmiddag gaat het dus op steeds meer plaatsen regenen. Soms kan het ook echt hard regenen. Temperaturen lopen uiteen van 16 graden in het zuiden tot 20 à 21 graden in het noorden. Ook vanavond blijft het regenachtig en al met al valt er op sommige plaatsen in het oosten weer tientallen millimeters aan regenwater. In het zuiden breekt heel misschien even het zonnetje door, zal zo weinig voorstellen. Morgen is de kans op een zwak zonnetje in het zuiden wat groter. Verder is het wisselvallig weer. Opnieuw veel bewolking en periode met regen. En temperaturen gaan nog iets naar beneden. In de regen 14 à 15 graden, tijdens droogmomenten 16 à 17 Donderdag trekt de laatste buien weg en dan breekt vanuit het noordoosten de zon door. En dat is de start van een periode met droog weer en meer zonneschijn. Vooral vrijdag en zaterdag is het schitterend weer. Flinke zonnige periode en de temperatuur loopt op tot 20 graden. Ik ben Michiel Severin. vanweerplaza.nl